Vitesse klopte de Graafschap thuis eenvoudig met 3-0. RTV Arnhem sprak erna met trainer Peter Bos en elftalspeler Roche Di Ascente. Roche Di Ascente, gefeliciteerd met 3 punten tegen de Graafschap, 3-0. Wat vond je van de wedstrijd? Als je wint met 3-0, je bent wat tevreden. Maar ze hebben genoeg punten waar we moeten werken. En dat is de bal sneller rond laten gaan, op een hoger tempo nog. We moesten kapot spelen en dat hebben we niet altijd goed gedaan. En dat moet beter. Eerste helft, ja, je scoort heel snel. Eigenlijk binnen 5 minuten al op 1-0. 2-0 valt ook goed. Je denkt van nou, dit is een mooi moment om tweede helft door te gaan. Dan stokt het een beetje. Ja, dat is waar wij moeten werken. Dus wij moeten gewoon. Ja, het is 2-0. Stel dat ze maken die 2-1, dan krijgen ze weer vertrouwen in. Dus je moest eigenlijk snel mogelijk die 3-0 maken. En die valt gelukkig wel wat later. Met respect, als een betere elftal. Misschien was die 2-1 wel gevallen. Dat had ik wel willen zien. Maar goed, we moeten eraan werken om snel weer die 3-0 te maken. Want het is een wedstrijd waar je eigenlijk meer doelpunten kan maken dan 3. We moesten eigenlijk naar 4, 5, 6, 0 eigenlijk. Het is niet gebeurd. Dus dat is niet goed gegaan deze wedstrijd. Want het team, die stukjes moeten ook eigenlijk nog in elkaar vallen. Hè? Het is eigenlijk toch weer een heel nieuw team. Heb je al het idee dat het staat? Of is het nog in inwording? Ja, zoals nu. Nu heb je weer 2 nieuwe spelers zat er weer in. Onze spits. Dan en Sheeran. Dus die moest ook weer wennen aan het spel. Natuurlijk bij trainen wat erop, maar dat is anders dan een wedstrijd. En de gasten hebben 90 minuten gespeeld. Je ziet dat Sheeran de laatste 10 minuten ook echt helemaal back-up was. Omdat het de eerste 90 minuten was. En goed, daar moeten we nog aan werken. Maar goed, we hebben nog tijd daarvoor. Meneer Bos, een 3-0 overwinning op de Graafschap. Je zou zeggen, je staat een tevreden trainer. Maar ik hoorde net toch wat andere geluiden. Nou, ik heb gezegd dat ik tevreden ben met de overwinning. Niet met het veldspel, niet met de hoogte van de overwinning. Want als wij het gewoon beter gedaan hadden, in een veel hoger tempo gespeeld hadden, dan had je deze tegenstander helemaal kapot moeten spelen. En dat hebben we nagelaten. Ja, want alles was aanwezig, hè? Fantastische ambiance. Een schitterende, ja, snelle openingstreffer. Tweede treffer ook mooi. Je zou zeggen van, we gaan het uitrollen, tweede helft. Maar dat stokt een beetje. We hadden dus in hoger tempo moeten spelen, hebben we niet gedaan. De speciale atmosfeer rond deze wedstrijd, doet dat ook met jouw spelen nog wat? En niet alleen voor mij, dus voor iedereen. En ik denk ook voor het publiek zelf. Hij ziet het publiek die graag achter ons stond. De oudjes, mag ik dat zeggen? Veteranen. Die voor ons gingen juichen, ook bij de 1-0. En na de wedstrijd dat we even een gebaar geven aan de veteranen. Heel veel respect voor de jongens. Was het ook de Graafschap die toch wat steviger in de tweede helft uit de stadblokken kwam? Iets meer pressie zetten? Nee, heeft daar niks mee. Het heeft met onszelf te maken. Ja. En hoe ziet u nu het elftal? Vallen de stukjes eigenlijk al een beetje op zijn plek? Of is het nog lastig om te combineren? Nou, we hebben vandaag natuurlijk wat gewisseld. Dus we zijn nog wel wat aan het zoeken. We spelen woensdag weer. Dus we gaan weer eens morgen kijken hoe we dat gaan doen. Ja. En waar liggen de aandachtspunten? Voorin of achterin? Voorin, achterin en op het middenveld.